Voor het eerst ga ik sprontjes eten. Help. Goedemorgen. We zijn vandaag maandag. En ik ben vanmorgen opgestaan om 5:30. Omdat ik daar een dagelijkse gewoonte van wil maken. Zowel tijdens de week als in het weekend. En deze morgen begin ik met een havermout wafeltje met appels. Ja, ik zal jullie niet langer in spanning houden. Ik zal in de week van 4 van 6 tot 12 januari dit recept posten. Dus als jullie deze vlog zien, staat die hoogstwaarschijnlijk al online. Hey. Het is nu 6:30 en ik ga meteen vertrekken naar mijn werk. Ik ben mijn sleutels kwijt, dus ik hoop dat mijn sleutels op mijn werk liggen. En ik hoop dat ik een manier vind om binnen mijn werk te geraken. Het is 7 uur. Ik heb een sleutel gevonden. Ik ben hier de eerste. En het was dit leuk. Dit deugd om nog een keer te fietsen. Hier zijn ze. Ik ben echt mega productief geweest vanmorgen op mijn werk. En nu ben ik thuis. Ik ben vandaag trouwens nog met de fiets gaan werken. Dat was echt eeuwen geleden. Nee, geen eeuwen, maar al toch zeker van vorig jaar. Dus dan ben ik naar huis gegaan. Ik ben nog eerst naar de Colruyt geweest achter boodschapjes. En nu heb ik gegeten en ben ik hier. Ik ben zo een paar van die stomme krullen aan het proberen weg te steken. Maar ik wil ze laten meegroeien met mijn haar. Ik had het even koud in mijn slaapkamer. Dus ik heb een badjas aangetrokken. Deze is van Harry Potter. Er zit een gat in mijn zak. Dus ik denk dat ik deze zak ga doen in die zak. Kijk, mooi gescheurd hebben. Daar bij het verplaatsen. Wat dat echt wel jammer is. Dus ik ga hem denk ik in deze zak steken. Deze zak is zoveel groter. Of ik het had proberen te dichten. Net een vlog geëdit of twee. En nu ga ik naar buiten, want ik besef dat ik nog iets vergeten ben te kopen in de winkel. Gelukkig zit er hier op een Carrefour op ongeveer 5 minuutjes. Dus we gaan naar de Carrefour. Die poetsvrouw was aan het werk, maar alleen niet mijn poetsvrouw, maar de poetsvrouw van de huisbaas, want het is een appartement waar ik woon. En nu ruikt het helemaal naar kloor. Waarom ruikt mijn hangt naar kloor als er iemand aan het kruisen is op de trap? I don't know. Wel ingewikkeld als je in de mens. Ik heb nu in de winkel een mega grote pot zeezout gekocht. Terwijl ik dat echt bijna nooit nodig heb. Gewoon omdat dat 16 euro de kilo was. En de grote potten waren 65 euro de kilo. Tja. Wat ik trouwens eigenaardig vind aan het wonen in de stad is als je over je buren spreekt, dat dat zowel je buren kunnen zijn binnen hetzelfde gebouw als de buren naast jou, als de buren verder in de straat. Natuurlijk hebben we altijd op het platteland gewoond. Onze dichtste buren woonden niet eens in onze straat. Voor het eerst ga ik sprontjes eten. Help. Vandaag heb ik een nieuw beroep geleerd. Ik heb geleerd hoe je een loodgieter moet zijn. Het was niet zo fijn. Er was namelijk een lek in de buizen onder mijn hotsteen. En daarom heb ik een man in huis nodig. Dat is echt niks voor mij. Het is iets voor het zien. Ik heb net nog wat gelezen en nu ga ik slapen. Man, het zou goed zijn als deze dag. Voorbij is het ontzettend echt goede kant. Want ik ben super productief geweest op mijn werk. En daarna ook hier voor mijn blog. Maar mijn zak, die ik zo kan voor met de stofzuiger, is gescheurd. En dat laat ik in mijn keuken.
eten die ik was veel te laat op kunnen klaarmaken en opeten. Ik heb ook wat gelukjes gehad, zoals het feit dat ik s'avonds had gezien onderweg naar de winkel dat vandaag vuilnis is, of morgenochtend toch tenminste. Dat is echt zo'n lucky moment. Tot morgen voor een nieuwe ochtend om 5:30 uur. Doei!